Patrol klaar voor actie, Ryder, meneer. In vlieguitrusting. Mooi. Zo stoer. Goed dat jullie er zijn. Burgemeester Goodway, Chicoletta, de Turbots en Danny. De stuurval Danny X. Zitten hoog in de bergen, diep in de problemen. Daarom wordt dit een ultieme luchtactie. De kloof is niet heel breed, dus jullie moeten met een parachute afdalen. Sky, jij moet de ultieme kopter besturen. En jij stuurt de pups op deze missie aan. Ja, deze ultieme pup gaat vliegen. Oké, Paw Patrol is niets te dol. Het is de Paw Patrol. Maak je klaar voor een ultieme, extreme reddingstunt, fans. Oh, gelukkig. Ik dacht dat ik zou zinken met deze boot. Rocky, gebruik je grijper om Danny te bevrijden. Groen is gaan. Rubble, parachuteer naar de Turbots en wacht daar op de kabel. Rubble is aan de rol. Oké, luchtpumps. Spring, spring, spring. Toffe parachute. Dank je. Roep, grijper. Ja! Hoi jongens, ik haak voor jullie aan. En op naar de ultieme kopter. Kijk, dit noem ik nog eens klimmen. Woehoe! Dit is zo extreem! Rubble, heb jij Chicoletta gezien? Nee, nog niet. Oh, ik had een kipzoeker mee moeten nemen. Oh nee, mijn boot gaat vallen. Hop vol, burgemeester. Sky, de boot van burgemeester Goodway beweegt. Ik kom eraan. Hoera! Marshall, Zoom, jullie moeten de burgemeester op het platform tillen. Oh, ik glij weg. Oh, help alsjeblieft. Geen probleem. Of toch een probleem. Zuma, gooi je boei uit. Goed idee. Boei. Ik heb hem. Mooi werk, pups. Nog één klimmer te gaan. Of moet ik zeggen, nog één kip te gaan. We moeten alleen Chicoletta nog vinden. Zie jij haar? Nee, nog niet. En deze berg is enorm. Ze kan overal zitten. Pak je hittesensorbril. Ruff, hittesensor. Ik zie een warmtebron. Of eigenlijk wel drie. Daar beneden. Daar zijn ze. Eén kipje, één babygeit en een mamageit. Ryder, als jij de mama redt, dan daal ik af naar de baby en Chicoletta. Goed idee, Sky. Hou vol, mama. Ik kom je helpen. Deze grote kopter gaat op de automatische piloot. Stap in, schatjes. Ga maar lekker zitten, want we gaan de lucht in. Oh, wat een mooie foto's. En wat een geweldig uitzicht. Dankzij Sky en de pups. Als je omlaag valt terwijl je omhoog wil, blaf dan om hulp. Oké, stuntfans. Zijn jullie klaar voor mijn epische vlucht langs de bergen? Oh, ik moet wel een helm op. Waar is hij? Huh? Hey! Ik denk dat er een extra stuntman bij komt. Hey pups, kijk eens. Ik ga mijn record breken. De meeste stappen die ik ooit heb gezet op mijn voorpootjes. Oeh, dat is 1. Dus ik heb net mijn record verbroken. 3.
Hoi, kapitein Turbot. Is er wat? Er is waarachtig wel wat, Ryder. De platvis is naar de top van een vulkaan gevlogen. Zie je? Oh, ik laveer tussen land en lava. Hoe is dat gebeurd? De kopiekat is terug. Hij heeft me weggevoerd met zijn cycloonsuperkracht. De kopiekat? Dat is een klus voor de megapups. We komen eraan. Oh, schiet wel op. Het is wankelend wiebelig. Wow. Geen zorgen, kapitein Turbot. Geen vulkaan is te hoog. Geen pup is te klein. Het werkt. Ze gaan weg. Alles dat glimt is van mij. Oké, Sky, til die boot op. Ga ik doen. Huh? Mijn superkrachten. Wat gebeurt er? De platvis. Bravo, kijk uit. Ik weet niet wat er gebeurd is, Ryder. Mijn megawervelwind verdween gewoon. En ik ben mijn superspierkrachten kwijt. De slootjes gloeien wat niet. Er zijn onze krachten kwijt. Zonder onze superkrachten werken de zweefwagens niet eens. De megakrachten komen van de meteoriet. Dus er moet iets mee gebeurd zijn. Tijd om het schuivende schip te verlaten. Wacht, kapitein Turbot. Ik heb een ander idee. Pups, spring allemaal op de platvis. Zonder onze megakrachten? We moeten werken met wat we hebben. Met al ons extra gewicht kunnen we de boot laten kantelen, zodat die vanaf de vulkaan de zee inglijdt. Het werkt! Hou vol, Pups! Dit wordt een heftig ritje! Mijn schip is zeewaardig en glijwaardig. Bedankt, Megapups. Maar we zijn niet zo Megapups geworden. We moeten terug naar de uitkijk en kijken wat er met de meteoriet is gebeurd. Ta-da-da-da! Superkapitein staat klaar, dus we zijn zo daar. We zijn ze kwijt. Oké, kunnen jullie nu dan eindelijk mijn meteoriet loslaten? Ik moet superburgemeester van het universum dingen doen. Mooi niet. Het glimt, dus het is van mij. Het behoort aan jullie beiden niet toe. Ik kwam met het duivelse idee om een team te vormen, dus het is duidelijk van mij. Je hebt hem laten vallen. Niet waar, jij liet los. Nietes. Jij liet los. Nietes. Als het goed is, moet het hier ergens in de buurt zijn. Er komt iets van Jenks berg afrollen. Een enorme sneeuwbal. En hij komt recht op de stad af. Kijk dan, een stuk van de meteoriet. Woehoe, ik ben weer een megapup. Kom, ga er snel omheen staan om je krachten terug te krijgen. Rap, megapups, klaar voor een mega-actie, Ryder, meneer? Wij gaan een grote sneeuwbal tegenhouden. Chicoletta, hoor ik nou je maagje rammelen? Je bent vast uitgehongerd. O, hemel! Tijd voor een opgeladen sonische blaf. Marshall, laat hem smelten met je superhittepootjes. Het was geen sneeuwbal, het was de meteoriet. Oh nee! Alweer de kopiekat? Zeg maar dag tegen je megameteoriet voor eens en altijd, megapups. Dan zeg ik dag tegen jullie als jullie dag zeggen tegen mij. Haha! Dat dacht ik niet. Kom mee, Tak. Tijd voor iets groots. Succes! Niemand is groter dan de kopiekat! De meteoriet! Laat mij maar! Goed werk, megapups! Jullie zijn niet zomaar van de kopiekat af! Oké, katjes, het is tijd om mijn plan uit te gaan voeren. Eerst leiden we de pups af met mijn beroemde imitatie van een wilde gans die in nood is. Honk, honk! Honk, honk! Was dat een of andere raak?
klinkende wilde gans? Raar. Honk, honk. Misschien is hij in nood. Kom mee. Ik zie nergens een gans. Maar we hebben hem gehoord. Hij moet hier toch ergens zijn. Ik denk dat de wilde gans weg is. De auto! Hij is verdwenen! Er ligt alleen nog maar een plas motorolie. Wat is er, Sky? Iemand heeft het cadeau gestolen. Tonijn! Weet je wie tonijn eet? Katjes! Ik verdenk burgemeester Hamdinger. Hoe krijgen we de auto op tijd terug voor het verjaardagsfeestje? Dat lost de Paw Patrol wel op. Wat is er, Rocky? Het verjaardagscadeau van Ace is weg. We denken dat burgemeester Hamdinger hem heeft gestolen. Geen zorgen. Geen auto is te gestolen. Geen pup is te klein. Sky, heb je het verjaardagscadeau voor Ace al ergens gezien? Nee, maar ik zie wel een broodje tonijn. En nog eentje. En daar is de auto. Chase had gelijk. Burgemeester Hamdinger heeft hem. Mooi werk. Chase en ik rijden vooruit om de weg te blokkeren. Recht vooruit, Chase. Raf, verkeerspilonnen. Wegblokkade. Ha, de Paw Patrol gaat met mijn auto niet afnemen, hoor. En achteraan. Het is bijna tijd. We brengen je naar het stadsplein. Dank je. Ik vraag me af waarom Sky het zo belangrijk vindt. Wat een leuk is, Ace. Het is vast iets verjaardagsachtigs. Ik bedoel verdacht aardigs. Raf, megafoon! Burgemeester Hamdinger, stop! Zet de auto aan de kant. Hij luistert niet. We moeten hem waarschuwen voor de rode knop. Welke rode knop? Die activeert iets extra's dat Rocky en ik in de auto hebben gemaakt. Burgemeester Hamdinger, niet op de rode knop drukken. Oh, bedoel je deze knop die ik nu indruk? Stop. Wow, deze missie is naar een heel ander niveau gestegen. Woehoe! Een vliegende auto is nog beter dan een gewone! Sky, zorg dat burgemeester Hamdinger optrekt! U vliegt te laag! Trek op! Maar hoe moet dat dan? Ik heb nog nooit auto gevlogen! Duw het stuur omhoog! Oké, nu snap ik het wel. Aan de kant, katje! Nee, u moet weer omhoog, burgemeester Hamdinger! Hey! Wie is nu de piloot hier? Nu zit het stuur vast! Sky, hou Rocky op van de uitkijk. Rocky, tijd voor een vliegersvlugge reparatie. Groen is gaaf! Hallo, burgemeester Hamdinger. Ik kom even langs om het stuur los te halen. Je mag je auto weer terug hebben. Van dat vlieg heb ik mijn buik vol. Mooi, want hij moet terug naar het feestje van Ace. Ryder, hij is gemaakt. Goed werk, Rocky. Sky zal je helpen met de landing. Oké, Rocky. Breng met die blauwe knop de vleugels in de landingspositie. Trek dan de gele hendel terug. Dat is de smoorklep. Pak nu de stuurknuppel. Om te landen, druk je op de rode knop. Is dat voor mij? Yep, gemaakt door de pups. Fantastisch. Heel erg bedankt, jongens. Graag gedaan. Wanneer je een auto nodig hebt, laf dan omhoog. Kom mee. Die nieuwe wielen moeten rollen. Dit is het mooiste cadeau dat ik ooit kreeg. Het is geweldig! Pas op voor die stalactiet, Marshall! Wow. Ik weet niet hoe we hieruit gaan komen, François. Yeehaw! Ja! Het is de Paw Patrol!
Wow, draaien. Hey, ben ik nog duizelig of zijn er nu twee tijgers? Het is een mama en haar welpje. Upsoil-kabel. Ruff, trampoline. Ze liggen nu goed, maar die stenen gaan wel heet worden. Dat regel ik. Waterballonnen! Daar koelen ze vanaf. Het klinkt alsof ze hier achter zitten. Pas op, ik ga die muur breken. Ryder, Zuma! Wat goed dat jullie bruggen hebben gemaakt. Kapitein Turbo, François, spring naar ons toe. Dat los ik wel op. Automatische piloot. Hey daar, kleine vriend. Klaar om te vertrekken? Schattigste co-piloot ooit. Passagier aan boord, Ryder. Bedankt, Sky. Zorg dat je snel wegkomt. Wij volgen. Hou vast. We maken een ritje. Braaf poesje. Hutjoe. Oeh, dat was heftig. Hopelijk hoef ik dat niet nog een keer te doen. Ryder, ik denk dat de vulkaan bijna gaat uitbarsten. Gast, als dat gebeurt, wil je hier echt niet zijn. Zeker niet. Kom mee. Iedereen moet via die rots naar de tunnel. Volg mij. Kijk vooruit en blijf rustig. Kijk uit, jongens. Oh, nee. Het ziet er naar uit dat ze vastzitten. Geen vulkaan is te groot, geen pup is te klein. Ryder. Zorg dat jullie allemaal klaarstaan. Wij komen jullie halen. Gordel op, tijgersnuitje. Hoe bedoelt ze? Ze komen ons halen. Sky, we passen niet allemaal in je mini-helikopter. Wie had het over mijn mini-helikopter? Oh. 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 Het is Sky. Sky. Ja. Wie heeft er een lift nodig? Stap maar in. Dat was fantastisch. Gewoon een kleine stuntactie. Oké, jongens, hou je vast. Sky. Een pup moet doen wat een pup moet doen. Zo te zien is er geen gevaar meer. Die oude brulberg had nog maar één klein brilletje over. Dus nu hoef je niet meer bang te zijn, François. Huh? Ik was er niet bang. Jij was bang. Ah! Dat is vast tijgers voor dankjewel. Eindelijk, ik presenteer u het bewijs van de witte tijger op Jungle Brawl Island. Tof! En niet vergeten, wanneer je ons nodig hebt, dan... Rark! Jomhulp! Burgemeester Handinger gedraagt zich vervelend. En er is niemand die burgemeester Goodwin kan bereiken. Maar ze neemt altijd haar telefoon op. Inderdaad, ja. Daarom moeten we uitzoeken of ze in orde is. En dan halen we haar terug om dit op te lossen. Voor deze missie wil ik... Everest, jij kent alle kampeerplekken. Dus jij moet ons de weg wijzen met je sneeuwkat. Geen paniek, Everest faalt niet. En dan wil ik nog... Sky, jij moet met je helikopter mee als backup. Als de burgemeester niet op een kampeerplek is, kun jij op andere plekken naar haar op zoek. We gaan de lucht in!
En ik wil dat de andere pups een oogje houden op de invalburgemeester. Chase en Pups zitten daar bovenop. Oké, Paw Patrol is niets te doen. Stop in naam van de wet. Geef Ryder een boete. Wat heb ik fout gedaan? Je kwam hulp bieden in een verboden hulp te bieden zone. Maar we zijn op een missie. Niet met dit voertuig. Nou, als ik niet mag rijden. Sky, laat je harnas zakken. Daar komt ie. Sorry, maar we moeten weer verder. Ah, had ik nu mijn vliegende katje maar hier. Oh. Hey Ryder, er is een kampeerplek niet ver hier vandaan. Bedankt, Everest. Dit zijn er spullen. Maar waar is de burgemeester? Haar tent is kapot. Misschien is ze op zoek gegaan naar een schuilplek. Zijn dit voetafdrukken in de modder? Ja, ik wed dat ze hier zit. Burgemeester Goodway? Oh, Ryder! Chicaletta en ik wilden schuilen voor de regen, maar blijkbaar waren we niet de eerste hier, hè? Oh, je hoeft niet bang te zijn. Hij is niet gemeen. Alleen maar eenzaam. We werden bezorgd toen we u niet konden bellen. U moet ons helpen met invalburgemeester Hamdinger. Invalburgemeester Hamdinger? Oh, maar ik zou die schurk nooit laten invallen, hoor. We moeten snel teruggaan en dit oplossen. Kom mee, Chicaletta. Oh, Ryder, heb jij een idee? Ah, oh, hij knuffelt Chicaletta als een knuffelbeer. Ik weet wat. Als ze de beer nou eens een andere knuffel geven. Wat dacht je van Fluffy Ted? Die was mee met Chicaletta, dus hij moet hier ergens in de buurt zijn. Goed idee. Kom mee, Pups. Fluffy Ted, waar ben je nou? Kijk, er is wat naar beneden gevallen. Oh nee. Everest, tijd voor je grijper. Grijphaak. Gedaan, Everest. Hey daar, meneer Beer. Wil je niet liever een echte teddybeer in plaats van een teddykip? Het werkt! Chicaletta! Oh, oude trouwe Fluffy Ted. Ik ben blij dat je een fijn nieuw huis hebt. Goed, en nu gaan we avonturen bij redden. Fase 1 van mijn stadsverschitteringsproject. Tadaa! Oh, waarom juicht er nou niemand? Als je niet juicht, krijg je een boete. Misschien vinden jullie me leuker als ik dit soort plaatjes door de hele stad hang. Ah, oeps, stukje vergeten. Haha, zo. Zo te zien zijn we net op tijd terug. Chase, gebruik je net. Rap! Net! Help! Help! Mijn portret! Het is geruïneerd! Stiekem snorharen tekenen op een kunstwerk? Daar krijg je mooi wel een boete voor. Wat? Nou, ik... goed. Ik ga wel weer terug naar Boerengat. Bedankt, Paw Patrol. Ik weet een korte route. Blijf waar je bent, Moby. Dit kasteel is er voor alle meer pups in Pupland om van te genieten. Maar niet met deze afstandsbediening. Pak die afstandsbediening, Aqua Pups. Moby, je hebt een bel van een probleem. Bellenschieter! Het is tijd om die vervelende aquapups van mijn eiland te verjagen. Deze superslimme Zep stuurt ze zo overboord. En nu snel hier vandaan, McSpidly.
Moby tegenhouden voordat iemand gewond raakt. Robohond, breng de walvis patroller. Sky, wat kun je zien? Moby en McSquidley zijn op het drijvende kasteel. Volgens mij hebben ze een probleem en het kasteel gaat in de richting van... Avonturenstrand! Oh nee, met al die mensen op de pier? Bubs, ik wil 2 teams. Zuma, Rubble, Marshall en Chase. Jullie gaan naast het kasteel varen en proberen het weg te sturen van het strand. Komt goed, gast! Goron Sky, ik wil dat jullie weer aan boord gaan van het drijvende kasteel en die scheepsschroeven uitzetten. Oké, Aquapups, vooruit! Dit lijkt op het dubbel van het grootste zwemspeeltje van de wereld. Blijf het proberen, Aquapups. Wauw, ik ken wel een paar vliegvissen, maar nooit gedacht dat ik er één zou zijn. Het is bellentijd. Goed gedaan, Coral. Die kleefbellen hebben de scheepsschroef gestopt. Ja! Uh-oh. Maar het kasteel drijft nog steeds naar het strand. Oh! Dit gaat ons niet op tijd lukken, Ryder. En we doen echt alles wat we kunnen. We hebben iets groters nodig. Aan de kant, Ben. We moeten snel aan land voordat... Oh, nu ben ik weer een meerpup. Dat is niet eerlijk. Oh, maar gelukkig kan ik nog wel steeds praten. Meesterlijk, Aquapups. Dit is de plek waar het Puplandisch kasteel hoort te zijn. Alleen dan diep onder water. Rocky, wil je nog een stuk Puplandisch laten zinken? Ik ga duiken. Dat was een fantastisch avontuur, toch, nichtje? Dat was het zeker, nichtje. En namens alle meerpups... Dat betekent bedankt, Ryder en de Aquapups, voor het redden van onze stad. Goed om te horen, ridders. Claw heeft 2 babydraken gestolen. En het is aan ons om ze te redden. Maar dat is niet ongevaarlijk. Hun moeder probeert ze ook terug te vinden. Deze ridderpup gaat vliegen! Oké, beschermridders is niet de doel. Paw Patrol! We hebben jullie ook nodig voor deze missie. We komen eraan hier, Ryder. Oh nee, Ryder. De kar komt tegen die boomstam. Sky, kun jij onze vriendjes vliegles geven? Met plezier. Automatische piloot. Drakenvleugels. Oké, kleine jongens. Kijk goed en doe maar na. Sla met je vleugels. Heel goed. Klap, klap. Oh nee, de kar zal te pletter slaan op die stenen. Dan is het maar goed dat wij er zijn. Echt wel. Rob,
knal door die stenen en maak een pad. Sloopkogeldraaier aan de rol. Heel goed, Rubble. Nu Zuma, draai de kar met je reddingsboei en vertraag hem. Komt in orde. Oef. Bandenwerper. Hij remt af. Goed gedaan. Wow, we zijn heel erg hoog. Oh nee, de mama draak denkt dat we er baby's bij gaan doen. Iedereen, achteruit. Nog één stamp en dan breekt die regel af. En dan zal de kar ook vallen. Jongens, niet weggaan. Red me. Sparks, red me. Nee, Klaw. Niet springen. Ah! Oh, nee, de kar. Rocky, pak je klauwhaak en vang de wagen. Doe ik. Wij redden je baby's wel, mama draak. Woef, haak. Beter, ja. Ik kan het zelf niet beter kunnen zeggen. Alsjeblieft, weg plakkerige marshmallow. Ah, graag gedaan hoor, lievertjes. Oh. Waar ben je, Sparks? Nou, jij ook bedankt hoor. Geen probleem, mama draak. Niet vergeten, wanneer je baby's in marshmallow problemen zitten, brul dan op hulp. Dino Klauw! Eén, twee, drie, trekken! Fantastische boomsleep, Pups. Oké, Sky. Tijd om hem hieruit te tillen. Harnas! Brul, 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 brul. Je kent het. Stap maar in de gordel. Heel goed. Brul, brul. En hij zit. Goed werk, Rex. Sky, til hem op. Ben al bezig. Nu heb ik alleen nog een plek nodig om hem neer te zetten. Wat was dat? Wow, rustig baby Stego. Ik moet jou snel neerzetten. Zo, dat was heftig. En dat klinkt nog heftiger. Dat is een T-Rex. Dat betekent hagedissenkoning. Die hagedissenkoning klinkt niet al te blij. Sky, kun je hem zien? En maakt een dino grote bende. Dat verklaart de tandafdruk op de bomen. T-Rexen eten helemaal geen bomen. En ze eten zeker geen stenen. We moeten weten wat er aan de hand is voordat hij alles heeft vernield. Kom mee, Taylor. Jij ook, Benny. Wat zegt die T-Rex dan? Voornamelijk, auw, mijn mond doet zeer. Oh, dat prachtige prehistorische dier heeft pijn. Ja, maar ik weet niet waarom hij nou op alles blijft bijten. Sky, kun jij een kijkje nemen in zijn mond? Ik zoom in om het beter te kunnen zien. Ruff, vizier! Uh-oh, de T-Rex heeft een tak tussen zijn tanden.
Ik denk dat de T-Rex hem weg probeert te halen door op dingen te kauwen. Wat een dino-tandig dilemma! Bekken! Hoe kunnen we die tak uit zijn mond halen? Hey Ryder, weet je nog hoe Katie de brokjes bij Marshall weghaalde? Ja, met een waterstraal. Dat kan ook bij de T-Rex werken. Marshall, we hebben jou en je waterkanonnen nu ook nodig. Een T-Rex moet even zijn tanden poetsen. Een T-Rex? Ik ben er helemaal woep klaar voor. Ik hoop dat Marshall er is voordat die T-Rex de hele jungle kapot kauwt. Ah, kijk, hij heeft zijn mama weer gevonden. En moet je zien wie hun zo gaat vinden. Marshall, snel! Gebruik je waterkanon om die tak tussen zijn tanden uit te halen. Woep! Waterkanon! Zeg eens, ah, grote knul. Ik kan er niet goed genoeg bij komen. Dino-tandarts zijn is moeilijker dan het lijkt. We moeten Marshall omhoog brengen. Oude betrouwbare. Dat is een gijzer waar ieder uur water uit spuit. En hij gaat bijna weer uitbarsten. Goed idee. Marshall, ga met je wagen boven de gijzer staan. En Rex, probeer de T-Rex naar Marshall te laten kijken. Hey, hoi. Ja, jij. Brub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 r
Wow, deze pup gaat omhoog. Marshall, nu! Ja, daar gaat hij. Geen zorgen, dat was een blije brul. En hij zegt bedankt. Oh, wow! Daar gaat mijn lading! Kijk uit allemaal! Hup! Grote trap activeer! Sky, weet je al meer over de buizen? Ja, ik zie er eentje over de snelweg rollen. En hij gaat recht op de stad af. Oh, en ik zie nog een buis. Die rolt nu naar de Beverplas. En daar is de laatste buis. Die rolt naar de klif. Kijk uit, Chicoletta! Wow, een rollende dubbele halfpipe. Dromen komen toch echt uit. Woehoe! Dit is buitengewoon buiszinnig! Woehoe! Oh. Oh. Dit is super! Oh. Oh. Oh nee, dit vraagt om een extreme extractie. Kan iemand mij hieruit halen? Wij zullen die buis hier vandaan halen. Wacht! Danny zit vast in die buis. Het is Durval, Danny X. Ik ben er helemaal roep, roep, klaar voor. Woe! Puppet ladder. Extreem coole ladder, Marshall. Bedankt. Maar hoe kom ik omlaag? Makkelijk. Ik breng hem naar de buitenkant. Roep! Verplaats nu de ladder. Cool! Goed gedaan, Marshall. Ik ga kijken hoe het met de andere buizen is. Jij brengt deze nu naar het watersysteem. Zal ik doen, Ryder. Die buis stuitert heel erg. Ik krijg mijn grijparm er niet omheen. En ik kan hem niet vangen voordat hij bij de plas is. Sky for Ryder, de buis rolt naar de Beverburgt. Zal ik proberen om die op te tillen? We kunnen de burg niet verplaatsen. Misschien valt hij uit elkaar. Kijk of je de buis ergens mee kunt stoppen. Hiermee moet het lukken.
Een fantastische redding, Sky. En nu is het tijd om te gaan buisvissen. Woef, grote druk, activeer. Wow, wat een walvis van een buis. Ryder, we hebben hem. Mooi, nog eentje te gaan. Zo, schitterend. Een piepkleine vlindertje. En een mega grote buis. Pas de probleem. Ik kan heel erg hard rennen. Hoppa. En ik ben ook heel erg goed in het lied van objecten die kunnen rollen afvallen. De rand van een klif. Oké, dit is nu een erg groot probleem. Oh, de buis heeft een passagier opgepikt. El, we moeten ze vangen voordat ze van de klif afrollen. Maar we kunnen niet te dicht naar de rand. Anders zullen onze trucks omkiepen. Laten we hier stoppen. Grote truck, activeer. Het wordt steeds moeilijker om niet van het object dat rolt af te vallen. Ah! Ik heb je. Rap, net. Oh, merci, Chase. Zo moet het goed zijn. Puppen, keer terug. De nieuwe buizen zijn geplaatst, burgemeester Goodway. U kunt het testen. Goed gedaan, Rocky. Oké, Pups, nu zullen we de gaten in de snelweg gaan dichten. Goed idee. En een dikke 10-4 van mij. Geweldig hoe jullie die buis hebben gered, Paw Patrol. Als truckers samenwerken, gebeuren er goede dingen. En bedankt dat je mij hebt geholpen, Ryder. Ik ben nog nooit zo dicht bij een haai geweest. Als het een haai is. Maar wat het ook is, we halen het bij het strand vandaan. Lanceer de vishapjes met je waterkanon. Schiet ze zo ver als je kan. Roep, roep. Waterkanon. De haai hoeft de hapjes niet. Dat is vreemd. Probeer nog eens. Hij gaat terug naar de kust. Sky. Kijk of het strand nog steeds leeg is. Okie dokie, Ryder. En de prijs voor de best gelukte zandsculptuur is voor mij. Voor mij. Huh? Katjes, wat doen jullie nu? Lok ze weg van het strand en mij. En mij. Nu zijn ze weer weg van het strand. Dat ding zou aan iemand de weg moeten vragen. Oh, hij duikt onder water. We mogen hem nu niet kwijtraken. Rocky, vaar uit met je onderwatervoertuig en zoek het dier. Chase, ga met hem mee. Daarna moet je het van dichterbij bekijken. We gaan met hem, Ryder. Het zwemt nu naast ons. Welk soort haai heeft wielen? Het soort dat niet echt een vis is. Ik ga eens goed kijken. Ruff, licht! Wacht, het lijkt wel of er iemand binnen zit. Het is de... Atjoe! De... Atjoe! Atjoe! De kittencatastrofeclub? Ja, yeah, die. Ryder, wat denk je dat de katjes in een mechanische haai doen? Dat moet weer een van die rare trucjes van burgemeester Handinger zijn. Hij zal hier dan ook wel ergens zijn. Je hebt helemaal gelijk. Hij is hier gewoon op het strand. Ah, ik ben ontdekt. Oep. Hij heeft zich vast verstopt toen iedereen wegging. Oh, het water blijft de duikboot instromen.
Ik kan hem misschien omhoog duwen. Huh? Oh, katjes, waar zijn jullie mee bezig? Ryder, die haaiboot is op hol geslagen. Ik weet wat. Zuma, ik heb je nodig op het strand. Sky, burgemeester Handlinger kan wat gezelschap verwachten. Burgemeester Handlinger, de haai komt recht op u af. Oh-oh. Stop, katjes! Help! We komen eraan, burgemeester. Ik ben er, Ryder. Oh, hoe komt mijn plannetje om iedereen van het strand te verjagen zo mislukken? Sky! Gebruik je zeetuigschep om burgemeester Handlinger weg te halen. Af! Schep! Oh, oh. Hebbes! Zuma, stop die haai! Vet! Ik heb nog nooit op het strand gevist, weet je? Bedankt voor de handdoek, burgemeester Handlinger. Dit is wel het minste dat hij kan doen na al die bangmakerij. Oh, vergeet u misschien niet iemand, burgemeester? Bedankt voor het redden van onze stranddag, Ryder. Wanneer je ons nodig hebt, belaf dan een mul. En ik ben blij dat we iets leuks hebben bedacht om met die haardboot te doen. Yippie! Hey, hey, minder spelen en meer scheppen, katjes. Hoe meer kolen, hoe sneller we gaan. Laat me erin. Ik weet dat je de koninklijke katjes hebt. Oh, daar zijn ze. Schep nog sneller, katjes. Nee, de koninklijke katjes kunnen niet helpen. De koninklijke pootjes moeten schoon zijn om de kist te openen met de paarse diamantkat. Hey, doe eens open. Oh, ik doe wel open. Ik open de aankoppeling tussen ons. Wat gebeurt er? Oh nee, ik kan niet meer naar binnen. Ik bel de Paw Patrol. Hoi, Katie. Hoe gaat het met de hoogheden? Niet zo goed, Ryder. Ze zijn weg. Wat? Hoe? De verdacht uitziende man lokte Kelly de trein uit. Dus ik ging achter haar aan. En toen ik terugkwam, waren de katjes weg. Oh, de katjes waren weg? Hoe kan dat? Ryder, doe snel iets. Er is nog meer. Diezelfde man heeft een locomotief losgekoppeld en is vertrokken. En nu zitten Kelly en ik buiten op een losgeraakte treinwagon. Hou vol. We komen je helpen. Dan nu snel achter die locomotief aan. Oh,
Wat is er nu weer? Je had toch niet gedacht dat het zo makkelijk zou zijn, Paw Patrol? Op jullie plaats, katjes! En nu! Wacht even, politiepups. We hebben een probleempje. Waarom stop je? We hadden hem bijna. We pakken het anders aan. Die wagons rijden alle kanten op en wij moeten ze tegenhouden. Sky, probeer de wagons van bovenaf op te sporen. Zie je al iets? Object in zicht. Ik zie de wagon van de butler. Maar slecht nieuws. Hij rijdt recht op een rotsblok af. Rubble, jij gaat met mij mee. Chase, blijf zoeken naar de andere wagons. Begrepen, Ryder. Ruff! Politiemotor, in actie! Die treinwagon blijft gewoon doorgaan. We hebben iets groots en zachts nodig. Hé! Hey, wat dacht je van hooi? Treinwagon gevonden en gered. Nog twee te gaan. Spoor ze op en stop ze! Hup, Rubble! Hup, Sky! Rubble wint! Woehoe! Hoi, Taylor. Hoi, Rex. Wat is er? Maverick, de pterodactylus, zit in hun problemen. Hij botste tegen een rotswand en zijn vleugel zit vast onder twee stenen. We komen eraan! Geen pterodactylus zitten vast. Geen pup is te klein. Oké, Rex. Doe wat je moet doen. Ruff! Ruff! Dino Clown! Goed gedaan, Rex. Chase, nu jij. Ruff! Kabelbaan! Kabelbaan zit goed, Chase! Ik weet alleen niet of dit ook goed zit. Raptorsporen! Geen haast, Chase, maar er is een hele grot vol velociraptors hierboven. Wow! Raptors? Het kabelbaanharnas komt eraan! Oké, Maverick. Dit is net als vliegen, maar met een beetje extra hulp. Ga jij eerst, dan ga ik naar jou. Brul, 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 brul! Supergoed, Maverick! Ja! Woehoehoe! Oh, tijd om weg te glijden! Woehoe! Zijn vleugel ziet er pijnlijk uit. Mama kan helpen. Als zij even zorgt, dan gaat alles weer goed komen. Voelt dat beter zo, grote jongen? Het werkt! Ja, we blijven vliegen! Hij durft niet te vliegen. Hij heeft gewoon wat inspiratie nodig. Sky? Deze pup vliegt hem al! Oké, je kunt dit, maatje! Deze pterodactylus gaat de lucht in! Maverick! Ja! Ja! Heel goed, Maverick! Hij vliegt alle kanten op! Sky, kun jij zien wat er aan de hand is? Vizier! Er zit een tak vast in zijn vleugelbeugel. En nu is de vleugelbeugel kapot. We moeten hem helpen. Dat doen we. Sky, haal Rocky op. Over en uit. Rocky, pak je dopsleutel om de beugel te maken. Het is tijd voor een vliegende dino-redding. Ik ben er klaar voor, Sky. Haak.
pterodactylus te zijn. Oké, breng me maar rustig naar hem toe, Sky. Ah! Hou je vast, Preppy. Maatje. Oké, ik breng je erheen. Hop, topsleutel. Even goed recht houden. Gelukt, nog twee te gaan. Rocky, je moet wel opschieten. We hebben een niet zo blije T-Rex in de buurt. T-Rex? Zet hem op, Rocky. Ik weet dat je het kan. Heeft Maverick zijn zelfvertrouwen terug. Bedankt voor de waanzinnige hulp, poppetje. Graag gedaan. Wanneer Pterodactylus in nood is, blaf dan hem hulp. Kijk hem dan vliegen. Over vliegen gesproken. Oh, Ryder. Ik ben zo blij dat je er bent. We komen helpen, burgemeester. Rubble, maak de weg vast vrij. Komt goed, Ryder. Sky, jij kunt Dwayne op gaan halen. Die jongen gaat vliegen. Wildcat, het is een vrij grote sprong. Maar met je superspeed boosters lukt het wel. Komt in orde, Ryder. Miauw, superspeed boosters. Ha, iedereen kan springen met een motor. Maar alleen de allerbeste kan het met een bus. In zijn achteruit. Maar nu moeten jullie weer veilig terug. Miauw, bolwerper. Hubcap, Gasket, jullie gaan over de zipline. Je kunt... Zeg mij niet wat ik doen, Kat. Oeh, een loopkoord. Ik heb altijd al over een koord willen lopen. Ik heb geen schijnheilige pups nodig die me redden. En al helemaal geen Kat. Kom mee, Gasket. Redden onszelf. Hubcap, het is veiliger de als... De Gomgomclub doet niet aan veilig. Hubcap? Nee, wacht. Hij staat nog eens achteruit. Op de rem. Dat probeer ik. Ze kunnen niet meer remmen. Ik vraag om hulp. Chase, kom naar de voet van de mesa. Moto Chase zit er bovenop. Nu hard achteruit! Ga aan de kant, Kat! Miauw, wauw! Dat was spannend! Rubble! Boven je, stenen! Bedankt! Net op tijd! Oh nee! Alsof ze een muur bouwen! Hoe krijg ik dit op tijd weg? Chase, Gasket is gevallen. Snel! Ik zie het, Ryder. Ruff, net! Tada! Dat was een trucje. Ryder, ik weet niet hoe lang Wildcat de bus op de weg kan houden. Als hij de bocht ook maar iets ruimer neemt, valt hij over de rand. Wildcat, we moeten die bus onder controle krijgen. Rubble doet zijn best om de weg op tijd vrij te krijgen. Oké, Ryder. Miauw, ontkoppel, geitklauwen. Weer een motor minder. Ja! Deze kat komt altijd op zijn pootjes terecht. Hou je vast. Zonder remmen botsen we beneden tegen die muur van stenen. En hard ook. Schiet op, Rubble. De bus komt eraan. Ik kan niet sneller. Wacht, ik ga iets anders proberen. Een schans! Rubble heeft de schans gemaakt! Wauw! Woehoe! Wow! Dus, dat was mij ook gelukt! Ik
heb Robohond gebeld. Hij komt met de Paw Patroller en brengt iedereen naar huis, burgemeester. Het zal wel even duren voordat die bus weer de weg op kan. Inderdaad, grommers. Helemaal terug naar de stad. En dan pas krijgen jullie je motoren weer terug. Dit is niet echt heel leuk, Huppakee. Nee, echt helemaal niet leuk. Blijf nu maar gewoon duwen. Ryder, Wildcat, Motopups, bedankt dat jullie ons gered hebben. Graag gedaan, burgemeester. Wanneer je bus wordt gekaapt door motorrijders, blaf dan om hulp. Ik vind het wel erg dat Wildcat nu haar supermotor kwijt is. Hé, hey, je hebt iets laten vallen. Dank je, Sky. Wat fantastisch als alles weer goed komt.